Nijmeegs gemeentepersoneel legt het werk neer, speciale hulp bij het maken van een klasseindeling en een band die een videoclip uitbrengt in een bekende snackbar. Deze week wordt er weer volop gestaakt. Naast de BOA's die 2 dagen lang geen boetes uitdeelden rondom het stadscentrum, legde een deel van het gemeentepersoneel maandagmiddag ook tijdelijk het werk neer. Vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen tussen de vakbonden FNV en CNV en de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten werd er een actie gehouden in het stadhuis. Een fanfare bij de ingang van het stadhuis, niet vanwege een feestje, maar vanwege een actie van de vakbonden. Via deze weg laten medewerkers, ambtenaren zien dat ze niet eens zijn met het feit dat VNG 6 maanden lang niet heeft bewogen in de richting van de vakbonden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, oftewel VNG, deed vorig jaar een bod voor loonsverhoging van 5% per 1 maart en 3% in 2024. Volgens de actievoerders te weinig. Zij eisen een loonsverhoging van bruto 100 euro per maand voor iedere werknemer, 12% om de inflatie op te vangen en eenmalig 1200 euro. Maar gemeentepersoneel verdient volgens mij altijd wel redelijk, dus dan is dat toch een prima bod? Ja, ik weet niet of je alle loonschalen en functies binnen de gemeente kent. Heel veel medewerkers zitten in schaal 6. Bruto loon ligt daarbij rond de 1900 tot 2200 euro. Dat is volgens mij voor aantal gezinnen net iets meer dan een uitkering. Er wordt niet alleen actie gevoerd in Nijmegen. Ook elders in het land leggen gemeenteambtenaren soms tijdelijk het werk neer. Morgen is er een landelijke actiedag. Morgen is er een landelijke demonstratie. Tussen 11 uur en 1 uur in de jaarbus in Utrecht, waarbij we alle ambtenaren hebben uitgenodigd voor een landelijke demonstratie. Wat is de ideale indeling van een klas op de basisschool? Vriendjes naast elkaar en vijanden ver uit elkaar, of juist niet? Ontwikkelingspsycholoog Yvonne van den Berg ontwikkelde hiervoor de app Stoeltjesdans die dat automatisch uitrekent voor een leerkracht. Maar de gratis stoel dreigt ten onder te gaan aan zijn eigen succes, omdat Yvonne de vele aanvragen niet meer aan kan. Met behulp van de subsidie mag ze dit jaar onderzoeken of Stoeltjesdans kostendekkend kan worden. Als je het kinderen zelf vraagt naast wie ze willen zitten, is het antwoord simpel. Ja, eigenlijk wel mijn beste vriend eigenlijk. Misschien naast mijn beste vriendin, maar ik vind het ook wel gewoon leuk om met andere kinderen te zitten. Als je naast je beste vriendin zit, ga je dan veel kletsen of niet? Ja, stiekem wel. Nee, het valt niet mee om een klas optimaal in te delen. Het is vaak wel een puzzel, want je hebt natuurlijk met verschillende factoren te maken waar je rekening mee moet houden. Dus het is vaak wel even zoeken naar de juiste indeling. Terwijl Stoeltjesdans binnen 10 seconden de juiste uitkomst geeft. En die is soms anders dan verwacht. Zo blijkt uit onderzoek van Yvonne dat je tegenpolen vaak juist het best naast elkaar kunt zetten. Als je ze bij elkaar zet, dan gaan ze elkaar vaker zien, vaker spreken. En dan gaan ze elkaar beter leren kennen en dus aardiger vinden. Ja, dan ontstaat er wel een kleine vriendschap. Een beetje, ja. Dus husselen is zo gek nog niet? Nee, niet per se. Stoeltjesdans heeft nu al zo'n 15.000 gebruikers. En Yvonne kan dat naast haar onderzoekswerk niet meer aan. Nou ja, 15.000 gebruikers. Als 1% daarvan mij een mailtje stuurt, ben ik elke dag wel een paar uur bezig om de mails te beantwoorden, vragen te beantwoorden en te informeren. Het Rijk geeft nu subsidie om te kijken of er een commerciële en verbeterde versie van Stoeltjesdans kan komen. Zodat het herindelen van de klas een fluitje van een cent wordt. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Speciaal voor Valentijnsdag bracht de Nijmeegse band Gestalte vandaag een nieuwe videoclip uit. De première vond wel plaats op een opmerkelijke locatie. Inwoners van Heteren, die woonachtig zijn in de straten waar asbestdeeltjes terecht zijn gekomen na de brand van vorige week, ontvingen dinsdag een speciale afvalcontainer. Momenteel wordt er hard gewerkt om de besmette straten schoon te maken. Maar omdat veel mensen hun afvalcontainer in de achtertuin hebben staan, krijgen zij nu een extra bak. Dit moet voorkomen dat asbestdeeltjes uit de achtertuinen, die nog niet zijn schoongemaakt, zich verplaatsen naar de schone voortuin. De containers worden 2 maal per week gratis geleegd door een speciaal bedrijf en afval scheiden is niet nodig. De maatregel geldt zolang het schoonmaakwerk duurt. Naar verwachting zal dit nog enkele weken zijn.
De gemeente Nijmegen gaat MKB-ondernemers met een hoge energierekening helpen via een subsidieregeling. De subsidie varieert van minimaal 500 tot maximaal 3000 euro en is vanaf 13 maart aan te vragen via de Stichting Rijk van Nijmegen @. Voor de subsidieregeling zet de gemeente een deel van het Gelderse Winterfonds in. Ingrid Gerritsen wordt met ingang van 1 maart de nieuwe directeur van Museum Kasteel Wijchen. De 40-jarige Gerritsen, zelf uitkomstig uit Maas en Waal, werkte eerder onder meer voor Erfgoed Gelderland, Museum het Valkhof en Stedelijk Museum Breda. Ook bekwaamde zij zich in tentoonstellingsbouw, informatie- en collectiebeheer en vrijwilligersmanagement. Vandaag is het Valentijnsdag. De nieuwe videoclip van de Nijmeegse band Gestalte staat ook in het teken van de liefde. En de besloten voorpremière was vandaag ook op een voor Nijmegenaren bekende plek. Het is zoals gewoonlijk weer druk bij Snackpark Corrie. Maar deze keer zitten er bijzondere klanten. Nijmeegs muziekband Gestalte kijkt voor de eerste keer naar de videoclip van hun nieuwste demo. Ja, heel cool. De bandleden zijn al jaren bij elkaar en aardig goed op elkaar ingespeeld. De muziek valt niet onder een bestaand genre te plaatsen. Het Gestalte heeft een eigen geluid. Ja, in het begin hadden we nog niet echt tekst, toch? Was het eigenlijk vooral een beetje schreeuwen. Wel goed schreeuwen. Niet mijn zang nou, een beetje schreeuwen. Nee. Doordacht schreeuwen. Ze zelf een eigen invulling kunnen geven aan wat de muziek betekent. En ik denk dat als ik soort van er een eigen betekenis op plak, Dan zorg ik ervoor dat andere mensen dat wat minder kunnen doen. De artiesten laten de luisteraars zelf graag bedenken welke boodschap hun muziek brengt. Ook de filmmaker heeft voor het maken van de videoclip de fantasie de vrije loop gelaten. Wedstrijd. Zeg maar, in Amerika heb je die hotdogs. En ik dacht, het is leuk misschien met frikandellen. Dus vanuit daar begon ik. Maar toen dacht ik, nou, er moet ook iets omheen. 3 minuten lang frikandellen eten. Dat. Het enige voorwaarde was volgens mij dat er geen vleesfrikandellen in de clip mochten. Dat is heel goed om te weten. No, frikandellen speciaals were harmed tijdens deze shoot. Het is een vegan frikandel speciaal. Dus. Echt heel erg leuk om te zien hoe je dan al die beelden gewoon tot één geheel hebt gemaakt. Want ik zie dan ongeveer per 3 dag zag ik dan van, oh ja, oh, nou gaat ze dit filmen, oh, oké, dat. Maar jouw visie uiteindelijk, dan echt, dat die dan echt tot leven kwam in dit filmpje, vond ik echt wel heel gaaf om ook echt te zien. Dus ik dacht al van, wow, de beelden zijn wel heel vet, dus kan alleen maar heel cool worden. Vegetarische frikadellen en friet schotelt de snackbar hun klanten graag voor. De tent lijkt ook langzaam in een filmstudio te veranderen. Dit is al de 3e keer dat er een videoclip werd opgenomen. Deze Nigel Jan en volgens mij deze, die waren ook hier. Er zijn een paar die hier opnemen, dat vind ik leuk. Hoe bevalt het? Leuk. Binnenkort verwachten we misschien Tina Turner enzovoort. Nee. Gewoon leuk, we hebben een naamsbekendheid. En sommigen nemen ons mee of zo van, hey, dat kunnen wij Corrie hierbij gebruiken en dat vind ik leuk. Iedereen kent Snackbar Corrie en ja, het zou nergens anders kunnen zijn geweest als dat ze hier een veilige haven vinden als ze Bonnie en Clyde zijn. Ja. Het nummer gaat over Nijmegen. Ja, Corrie is dan een onmiskenbaar onderdeel van Nijmegen, denk ik. Ja. Gestalte treedt woensdag 22 februari om 9:00 s'avonds op in Kunstgalerij De Neus. Waar ze hun publiek inpakken met een live optreden en de release van een nieuwe nummer Wij zijn met meer. Inpakken of meenemen? En daar weer de collega's bij Belgen. Zoals je op de foto achter mij kunt zien, was het vandaag in de natuur ook volop Valentijnsdag. En daar droeg het weer ook wel aan bij. Want dat was om lentekriebels van te krijgen. Volop zon, weinig wind en een prima 12 graden. Ook morgen houden we dit nog even vast. Woensdag start de dag vrij fris, misschien met nog een graadje vorst in de vroege ochtend. Ook zal er de nodige bewolking zijn, maar deze trekt rond de middag weer even weg en dan is er weer ruimte voor de zon. De temperatuur komt net als vandaag uit op een graad of 11, misschien 12. Daarna slaat het weerbeeld om. Donderdag wordt een bewolkte dag en ook krijgen we met de nodige buien te maken. Ook vrijdag houdt dat weerbeeld aan en dan zal het nog wat onstuimiger worden. Koud is het zeker niet, de temperaturen blijven rond de 12 graden liggen.
Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Nu op RN7 kun je kijken naar bijzondere plekjes in Rondje Regio. En we zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan.